Dit is In de Regio. Een programma vol leuke evenementen, festivals en uitgaanstips. Welkom bij In de Regio, het programma dat elke week bij Skyline op tv te zien is. En vandaag zijn we bij Pilpop en we zijn bij een paranormale beurs. Ja, sommige mensen geloven erin, sommige mensen geloven er niet in. En wij gaan vandaag eens gewoon een kijkje nemen wat het nou precies is, een paranormale beurs. De agenda en nu eerst dus, zoals gezegd, Pilpop. We zijn hier vanavond op Pilpop en er zijn er verschillende coverbands hier. En we gaan even kijken wat hier allemaal te beleven valt. Kom je mee? We zijn hier bij Toon, maar de organisatie. En wat doe je hier precies? Nou, wij zijn met drie personen, zijn we 3 jaar terug bij Pilpop begonnen. En ja, we zijn allemaal met alles bezig. Het opbouwen, het programma, het hele gebeuren. Totdat het weer afgebroken is ook. Wat is er vanavond allemaal te doen? Nou, Pilpop is echt een tribute festival. En vanavond komen nieuws de Limp Bizkit band Full Nelson bezig. En zo meteen komt Objective Overruled en er speelt het nummer van Anouk. Dan komt er Queen Tribute Band en we sluiten af met U2 To You, een U2 coverband. Superleuk hier. We krijgen daar nog veel meer te zien. We gaan nu eerst even naar de uitgaansagenda. Zaterdag 26 maart in de Gouden Leeuw, laatste zaterdag van de maand, Say Keys. Harry, Wim en Edwin spelen alweer voor de 3e keer al jullie verzoekjes. Begint om 10 uur, entree is gratis. Vrijdag 1 april, half vaste vrijdag. Aanvang om 7 uur met onder andere Nick en Simon, Frans Duits, de 3J's, Paul Elstak en Mental Tio. Zaterdag 2 april, de nacht van half vaste. Begint om 7 uur met Ben Sanders, Jeroen van der Boom, Belle Perez, Sander de Boussonnier, La Fuente, Lucien Voort en Quentino. Zondag 3 april, het half vaste spektakel, begint om 2 uur 's middags met Tilt, Rehab, Party Squad en Vato González. Beeld van Pilpop? Nou, we hadden het er al over. Nou is het uitverkocht en misschien toch een etage erbovenop te bouwen. Nou, we zien wel. Zolang het maar gezellig is en geen gekke dingen gebeuren. Volgend jaar zien we alweer en we hebben ideeën genoeg, dus het is even afwachten. Wie weet iets groter maken nog? Dat weten we nog niet. Misschien wel. Zolang het ook maar gezellig en intiem is, is ook veel waard. Dus, maar ideeën genoeg, dus we zien het wel. We hopen er nog jaren door te kunnen gaan. Dat is het belangrijkste.
Zaterdag 26 maart Disco Dance Night. Begint om 8:30 live met een DJ. Zondag 27 maart om 6:00 de tweede voorronde van Stoepslag met optredens van 45 Degrees, Metaphor, Moped en Without Warning. Je bent van harte welkom om gezellig mee te feesten. We zijn nog steeds op de paranormale beurs met Dolemet. Okay. Dolemet, we zijn nu bij iemand die kaart leest, hè? Ja, en dat is namelijk voor de meeste mensen een algemeen begrip. Ah, men gooit maar kaarten op tafel en men verzint maar een verhaal. Maar zo werkt dat niet. Elke kaart heeft namelijk zijn symbolen. Nou, we zullen eens kijken wat er gaat gebeuren. Dit zijn de tarotkaarten. En die legt hij nou 3 neer. De eerste die erom gedraaid wordt is de dood. Voor mij is dit de mooiste kaart. Dood betekent iets ouds gaat weg, iets nieuws komt terug. Oh, zo. Die verandering brengt emotioneel een fijne, positieve sfeer met zich mee. Ja. En daardoor komt iets onverwachts op je pad. En dat onverwachte is natuurlijk onverwachts, kan ik niet vertellen wat het is. Het is een verrassing, maar het is wel iets moois. Mooie verrassing. Mooie verrassing. U heeft nu zeg maar getekend, hè? Maar dat gaat dan vanzelf? Komt dat, u houdt uw hand op papier en dan flap, dan gaat hij. Het gaat gewoon bewegen. En de kunst is om dat te laten gebeuren. Want je hebt heel erg de neiging met tekenen om iets te willen. Ja. En mijn wil moet los. Dat moet ik niet gebruiken. Ik moet dus proberen om dat gewoon dat bewegen te laten gebeuren. En de ene keer gaat dat beter dan de andere keer. Maar dat is de kunst. En als dat goed lukt, dan kan er een boodschap van, zoals ik zeg, van boven komen. En die mag ik dan vertellen. Do, waar zijn we nu aanbeland? We zijn nu aanbeland bij een madammeke uit België. En dat is Angela Jaspers. Ik krijg straks van haar een kopje koffie. En de drap die gooit ze dan op het schoteltje. En daaruit geeft ze, het is weer een andere tak van waarnemingen. En zij gebruikt soms ook de kaarten erbij om een aanvulling. Zodat er een beter beeld kan gevormd worden voor degene, in dit geval jij. Straks gaan wij weg, want wij willen natuurlijk niet horen wat voor ellende je allemaal over je gestort krijgt. Ik ben heel benieuwd, lieve mensen, of ik nog terugkom zo meteen. Maar in elk geval kan Angela misschien iets aan toevoegen. Ja, Angela, want bent u al lang bezig met koffiedik lezen of kijken, hoe noem je dat? Ja, ik doe dat al jaren eigenlijk. Ik heb dat al jaren in mij, ik heb dat eigenlijk van mijn geboorte. Dus, en als kind was dat moeilijk, want mijn ouders die probeerden dat altijd weg te bergen voor andere mensen, dat ik anders was. Dus, maar uiteindelijk heb ik toch gewonnen. Ik blijf hier achter, ik ga ook gewoon echt een reading doen. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Ik ga u niet vertellen wat eruit komt, ik zeg alleen maar of het goed of niet goed was. Is het een goed cameraman? Ja, mooi zo. Nou, ik ben heel veel te weten gekomen. En dan bent u thuis natuurlijk heel nieuwsgierig wat, maar dat ga ik niet zeggen. Maar ik ga eerst nog even een kaartje trekken bij Spirit Anna. Wat bent u vandaag hier aan het doen? Ik ben vandaag voor de maand kaarten aan het leggen en ik heb een lezing gegeven. Iedereen positiviteit sturen is heel belangrijk. En dan wil ik jou een boodschap geven. Voor mij een boodschap geven. En voor wie krijgt u die boodschap dan? Die krijg ik van boven, want dit zijn engelenkaarten. Dus de engelen die helpen me om jou die boodschap door te geven. Maak je geen zorgen, alles verloopt uitstekend. Maak je geen zorgen, alles verloopt uitstekend. Dat wil zeggen dat jij je vaak onnodige zorgen maakt. Oké. Het wordt nou tijd dat je je hoofd licht maakt en meer in je gevoel gaat zitten. En niet altijd te denken, want je piekert je helemaal rot. En daar moet je mee stoppen. Oké. Dat vind ik nou een leuke afsluiting van deze in de regio voor vandaag.
Volgende week is er weer een nieuwe in de regio met een van de meiden dus weer die het gaan presenteren. En vanuit de Kom-in in Uden en alle engelen om me heen en alle mensen wens ik u nog een hele fijn weekend en graag tot volgende week. Heeft u nog leuke tips? Mail ze dan door naar inderegio@skylineftv.nl.